Elke saga, elk verhaal, ieder sprookje en legende, al wat er geschreven is. Oud of nieuw in elke taal, gaat het eindelijk over liefde, of daarvan het gemis. Dus kijk maar snel, jij lellebel, soms is het uit de hemel, soms ook hel. Het is bij Wulke binnen echt, vaak in groot drama, dat zie je zo ook wel. Dus ga er goed voor zitten en kijk nog maar een keer. Na pittige Wulke tijden, mijn god, wat wil je meer? Zo, ik ga Tess wakker maken. Ik heb de hele huis geschilderd, ik heb alles schoongemaakt. En Tess die zit al 2 dagen te slapen, het is echt verschrikkelijk. Dus we gaan Tess wakker maken. Dus, nou, Tess! Het is allemaal gelukt, hè? En jij hebt weer eindelijk moed, hè? Ja? Je ziet er trouwens niet meer uit met zo'n kusje. Het is allemaal iets gekrompen, maar... Zeg... Ik heb 2 dagen geslapen, ik ben heel bol! Schat, ik heb toch een heel avontuur met je meegemaakt. Nee. We zijn naar de Wish geweest en Laura was in een keer van blik. En jij was een leeuw. Ik heb het allemaal gezien en Kevin was in een vogelverschrikker. Je doet een beetje raar! Nee, ik doe helemaal niet raar. Dat is allemaal waar gebeurd, schat. Tos! Jij gaat eerst schoonmaken en dan krijg je moemoe terug. Geen rare dingen meer. Ik zou toch zweren. Hier ben ik, mevrouw cameravrouw. Ik zou toch zweren dat ik toch echt weg was hier. Ik heb hier echt niet 20 dagen lopen slapen. China wel. Ik dat vind ik dat een beetje raar. Dan ligt een... Laura's kind ligt hier in de lamp. Nou ja. Het is allemaal een rare bedoeling, maar ik ben weer terug. Ik weet het zeker toch. Oh, Frans Junior, ik kan zo goed met je praten. Ik ben heel blij dat jij er is achter staan. Plaats van die vervelende. Dat is ook het enige niveau waar jij mee kunt praten met baby's. Dave, ben je weer terug? Oh, gezellig. I'm back in Holland naar een lange heerlijke vakantie. Oh, Dave, behave. And now I'm engaged. Engaged? Ik ben engaged. Ik ben game, ik ben ook engaged. Ik ga trouwen met mijn lieve honeybee Kevin. Trouwen? Oh, ik wil ook trouwen met Alex. Het lijkt me zo geweldig, hè? Ja, ik heb een relatie met Alex. Oh, sorry. Het ging heel goed. Nou, nooit zo'n goede woord als deze, maar je trouwen. Ik heb een relatie met Alex. En ik moet hem alleen even bellen, want hij is hier nog niet. Hij zou hier al een uur geleden zijn. Tuurlijk, ga jij je vriendje wel bellen? Oh, wat is dat? Ja, mijn vriendje hoor! Heerlijk, zo'n vakantie gaat en dan kom je terug, hoor je dit? Nou, mijn dag kan niet meer stuk! Oh, wat gemeen, ik van Alex nog! Alex, waar blijf je dan? Stomme monsters! Oh, wacht even. Ja! Boom, boom, boom! I want you in. Waarom gaat hij dan niet kapot? Ik snap er niks van. Shit, wat een zooi, wat een rommel. Ik heb het over dit een bende is het hier. Dank je Pascal voor de troep van hem. Troep! Wat ik bedoel te zeggen is de boemers gewoon schoon. Wie maakt je voor me schoon? Hier, overal is stof een hele dikke lach. Wat is dat? Het is een kakkelakke plag. Wat zit door daar in de hoek? Door, het is nieuw. Dat nog steeds woon hier. Het ruikt je niet zo fris en bovendien ook zuur. Ja, het zit hier pas van Pascal aan de muur. Gaat we, het kan echt niet erger. Want mijn huis is echt de goorste uit Twente. Ik weet het is hier slecht, maar ik bleef er, dat moet wel. Ik leef er, gegroet heil, de goorste uit Twente. Desalniettemin de goorste uit Twente. Dus haaien zien, ja kom erin. Is het niet afschuwelijk, de ratten en muizen. Mijn woning is gruwelijk.
Of ik moet verhuizen de Goorste Utrente. Is er echt geen andere manier? Dat is waar, ja die is er. Tom zegt dat hij nu pas aan denkt. Mister, hij is ook hier. Goeie vriend, grote zeur. Als ik hem daarvoor vizier, want Jeroen die heeft de kennis. Deze vent die noemt zichzelf een goede vriend. Wie kan die helpen? Ja, dat heb je wel verdiend. Hij doet alles voor me, als ik wil, het is me wat. Mijn tweede papi is een skat. Dat die van mijn fan is. Maar ook al mag ik hem eigenlijk echt niet. Het is wel handig hoor als hij met de hulp skiet. Zijn huis is nog veel erger. Nog erger dan de Goorste Utrente. Want hij woont onder de brug. Ik ga hem gewoon bellen. Hey, kom op, neem op. Ik zal hem de vraag stellen. Ik smeek hem. Sjoerd, help me een boerje alleen in Almelo, ja. En de Goorste Utrente. O Sjoerd, maak het schoon, maak het schoon. Kom. Op, stomme, kom op, stomme. Oh, het vervelend, joh. Ik word hier maar niet goed van. Stomme. Ik ga eerst even modelvliegtuigjes maken op de PC. Oh, Alex! Dit kan niet! Ik stond buiten te wachten, het was heel koud. En jij zou naar Bulken komen. En ik was er helemaal alleen. We zouden samen uitgaan! Pascal! Luister nou eens. Ik denk ik kan wel naar Bulken gaan, maar ik heb daar geen zin in. Dan sta ik daar heel ongezellig. Sta ik daar aan de zijkant van de dansvloer. En dan maak ik weer door met een blij vogeltje. Ja! Blij met een dood vogeltje, dat bedoel ik natuurlijk, hè. Maar dus ik denk, kan net zo goed gewoon achter de computer blijven zitten. Want WoW op de PC, nou, daar doe ik het toch liever mee. En ze gooien ze allemaal uitgaan. Ja, volgend jaar. Als ik klaar ben met de spelletjes. Als ik Christian meer heb, is mama. Wat? Mama. Nou? Uitgaan, Bulken. Wat is dat, uitgaan, Bulken? Ik ben veel te druk met spelletjes, Pien. Oh. Canaria. En Ruben heeft er een mooi boekje van gemaakt. Wat heb jij gedaan? Nou, ik was net bij Jeroen. Ja? En dan was die vervelende Sjoerd. Oh. En oh, allemaal jongens. Oh. Volgens mij heeft Sjoerd Jeroen omgepraat om de prostitutie in te gaan. Aan huis toch wel. Hallo. Ik ben Trudy. En Hallo. Ja, ik kom denk ik niet op de koffie bij Jeroen. Ja. Maar ik word er schijtziek van. Hoezo schijtziek van? Al die overlast, die alle jongens. Zoveel jongens zijn er niet, mevrouw. Wat dacht u? Wat ik word hier gek van. Wat? Wat is hier aan de hand? De buurvrouw, uw buurvrouw. Ja, ik word gek hier. Al die jongens hier over de vloer. Heb je er last van? Ja. Waar heb je er voor last van dan? Je hebt er meer gehad dan mij in mijn hele leven. En dat kan ik niks aan doen. Kijk, ik ben jou een lekker goddelijke kerel en ik heb gewoon een paar kerels hier op bezoek. Maar ik dacht dat er geen probleem was of zo, dat jullie een lekker lichte krikken. Nee, dat is geen probleem. Nou, ik word er helemaal geen ziek van. Als het zo doorgaat, dan ben ik gelijk de politie. Politie? Dat ja. Kunt u niet doen. Waarvoor kun je de politie bellen dan? Oh, dat mijn visum is verlopen. Ja, dat denk ik ook. Oh nee. Maar luister even, Jeroen. Ik ben het nu echt zat. Ja, Iris is er ook, hè. Ik ben er nu echt scheepzot! Ja! Dit
mijn kutte. Sander, ik doe geen oog meer dicht ook s'nachts. Ik heb mijn maskertje standaard bij me ook. Maar het helpt niet tegen het... tegen het licht. Hoe komt dat toch? Ik kan het je niet vertellen ook. Maar ik heb wat nodig ook. Ja, en een flinke beurt, hè? Met van Rick, ik weet het wel, hè? Ik heb het wel gehoord. Dat bedoel ik niet ook. Hé, er komt een klant binnen. Eva, recht op dan. Ich bin zurück! Nee, op de wc dan, dan doe ik het toch liever mee. Ik ben er weer geschreven, zat! Ich bin zurück!